One time, yeah, two time. Hi guys, I'm so disappointed in myself, maar ik heb de hele dag gewerkt. Het is inmiddels alweer 11:50. Het lijkt echt alsof er gewoon te weinig uren in een dag zitten, maar ik heb de hele dag gewerkt. Daarna ben ik bij Marie gaan eten. Toen zijn we naar de gym gegaan. We hebben nog een aflevering gekeken van zoiets. Wat nu op Videoland is volgens mij. Iets van echte die dames van Echte Dames in de Dop. Hebben nu een programma of zo. Daar hebben we een aflevering van gekeken. En daarna zijn we gaan sporten. Hebben we best lang gedaan eigenlijk. En ik ga nu een shake voor ons maken. En dan gaan we alweer douchen en naar bed. En dan is het alweer morgen. I just can't. Ik wil echt heel graag mijn vlog vandaag editen. Ik moet die aftermovie voor Mel nog maken van haar bachelorette. Dan moet ik die travel vlog maken van Barcelona. Ja. En dan heb ik alweer materiaal van afgelopen. Oh mijn god, ik loop echt achter op schema. Dit is echt om te janken gewoon. Maar ja, het is even niet anders. Ik ga die shake maken die we tijdens de Ramadan dronken. Dit doosje is echt miserig gewoon. Ik wil dit bijna gewoon in één keer leeg gooien. Want wat heb je hier nou eigenlijk aan? €5 voor zo'n klein kutdoosje. Mommy, come here, you're mine. You're gonna see the sun here, it's releasing. Late night. Even opwarmen. Oh, het raam moet wel even open. Yummy. Goedemorgen jongens. Ik heb mijn camera even op een verhoging gezet. Ik ga zo meteen de deur uit. Ik ben net klaargemaakt. Ik heb dit setje aan van Shein. Het is zeg maar zo'n strakke top en een legging. En ik laat hem jullie straks wel even beter zien. Want hij heeft van die lijnen erop zitten. Dat is wel leuk. Voordat ik de deur uit ga, wil ik jullie iets heel leuks laten zien. Ik heb namelijk een pakketje ontvangen van The Girl Wearing. En het eerste item ga ik zo meteen ook dragen. Maar ik ga me speciaal voor jullie even een paar keer omkleden. Want wat ze me hebben toegestuurd is echt to die for. Allereerst hebben we dus deze cropped bomber. En hij is echt zo lekker groot en grof. Maar toch een beetje petite in a way. Kijk, hoe leuk is deze? En ze hebben hem dus ook in het zwart. Echt even weer wat anders, want kijk hoe die eruit ziet als hij dicht is. Ik draag mijn jassen eigenlijk nooit dicht. Dus deze zal ik waarschijnlijk ook niet dicht dragen. Maar dit is dus hun nieuwe crop bomber. En even kijken welke maat ik heb. Ik heb een maat SM. Dan heb ik nog een aantal items die compleet iets anders zijn dan dagelijkse kleding. Maar echt zo prachtig. The Girl Wearing heeft namelijk met de Ramadan, tijdens de Ramadan hebben zij een Ramadan collectie uitgebracht. Dus deze items zijn ideaal voor wanneer ik weer naar Dubai ga. Het staat sowieso op de planning voor anytime soon. Maar ik ga deze dingen even voor jullie aanpassen en dan kunnen jullie even zien hoe mooi ze zijn. Hier hebben we de eerste. Ik ga even kijken of ik dit iets beter kan laten zien, zo op deze manier. Hier hebben we dus de eerste jurk. Dit is eigenlijk een jurk met een kimono eroverheen. Kijk, dit is de onderjurk. Dus je draagt hem zo als kimono helemaal tot aan de grond. Ik ben best wel lang, ik ben 1,68 en ik heb dus vaak last van dat dingen tot mijn enkels komen. Maar deze is echt perfect. Gewoon echt zo mooi. En het is echt een fijne stof. Een beetje stug ook. Dus ik denk dat deze ideaal is. Vooral nu het zo heet is in Dubai. Oh, ik hou hiervan. En vooral zwart. Zo mooi. Klassiek. Simpel. Ik ben helemaal verliefd op dit ding. Dan de tweede. Dit is echt een super, super mooie jurk. Hij moet eigenlijk nog vast hier achter in mijn nek. En hij heeft ook een lint eromheen. Of een ceintuur, hoe je dat ook noemt.
Die je dus op verschillende manieren zou kunnen vastmaken. Mooi bijvoorbeeld aan de zijkant met een strik. Dan is hij iets getailleerder. Hij kan ook los of je kan die lint, of je kan het lint eruit halen. En ook deze loopt helemaal uit tot aan de grond. Echt prachtig gewoon. Dit is dus hoe de mouwen zijn. Die zijn dus van die poefie mouwen zijn het. Dus deze is bijvoorbeeld echt prachtig als je uit eten gaat of weet ik veel wat je gaat doen. Ik zou gewoon de hele dag gezien willen worden in dit ding. Zo mooi vind ik het. Kijk even. Oh. Ik hoef denk ik niet eens te zeggen hoe prachtig deze is. Hou op. Echt die details. Zo mooi. Ook deze loopt helemaal tot aan de grond. Zo goed als tot aan de grond. En dit is echt, ja, sorry hoor. Maar dit is gewoon simpelweg prachtig. Ik vond het zo leuk dat The Girl Wearing speciaal voor Ramadan deze jurk heeft uitgebracht. En ze wilden het dus ook gewoon lekker doortrekken. Dus zolang de voorraad strekt, bieden ze deze jurken gewoon aan. En ja, dit is gewoon niet normaal. Dit is zo mooi. Oké, dan de laatste. En dat is echt verreweg mijn favoriet. Maar dat is eentje die je dus niet zo snel aan zal doen. Ik ga hem jullie laten zien. Hoe mooi is deze kleur. En die stof, die pareltjes. Die er zo... Oh ja, kom op. Hij heeft ook gewoon zo'n shiny effect. Echt... Jongens, ik kan het niet aan. Dit is dus ook zo eentje die staat uit een kimono en een onderjurk. Ook deze loopt weer helemaal tot aan de grond. En deze heeft ook nog zo'n ceintuur. Ik zou hem waarschijnlijk zonder dragen, want ik vind het gewoon prachtig dat het zo helemaal naar beneden valt. Maar deze zou je dus wel eerder naar een gelegenheid of iets dragen. Maar I can't wait to wear these. Ik vind het echt zo ontzettend mooi. Dus... Thank you so much, lieve meiden van The Girl Wearing. Ik kan niet wachten tot ik deze eindelijk aan kan trekken. Voor nu zullen ze helaas nog even in de kast hangen. Maar er komt snel verandering in. Dus dat waren de items die ik heb gekregen. Ik ga me nu omkleden en dan ga ik richting Sarella. Ik ga daar verder werken. En Shanice komt daar straks naartoe. En ik moet eventjes wat ophalen in Hoofddorp. Dus dat ga ik nu gauw doen. Daddy. Ja, baby. Zitten op de bank. Wanneer andere mensen voor je moeten bepalen. Of je wel of geen aromat op je eten mag. Nee, hou op. Je gaat gezond eten. Je hebt al aardappel. Je krijgt nu nog een keer extra zout. Het is genoeg. Ik vind het echt niet oké. Lekker, eet smakelijk. Nee, want dat is wel gewoon. Moet ook nog slaan. Dankjewel, Shanice. Oh mijn god, ik ben zo zat. Is je kropt op hem? Wil je, volgens mij is mijn flesje water in dat zwarte tasje op de bank. Wil je kijken of die daar is? Ja, maar dat is... Stinkt wel. Nee. Niet? Nee. Nee. Ga me niet zeggen dat ik mijn enige... In de auto zit hij bij mij. Bij jou? Bij een spa-flesje. Ja, of bij Sarella. Nee, bij mij. Nou, dit is echt helemaal kut. Doe het in een glas. Oh ja, waarom doe ik nu alsof ik niet... Ja. Yeah. Wauw, wow, ik deed echt alsof mijn leven voorbij was, hè? Oké, wauw. Zo. Nou, je gaat meedoen hoor, ik weet het niet. Het is gewoon voor ons allebei. Zoveel. Per persoon? Nee. Oh, is goed. Per persoon. Ja. Nee, dat zou een beetje... Daarom. Dit wist ik, hè? Dit wist ik. Zag je het al gebeuren? Ja. Ik deed er nog zo. Ik wilde nog zeggen, doe het wel goed dicht, hè. Maar ze dacht ik, nee, ik zeg niks, want dan gaat het mis. Toen ging het al mis, omdat ik dacht. Oké. Eeuw, ik zie de poeder nog aan de andere kant. Fijn. Kijk, zie je het? Ja, restjes. Ultimate Energy, jongens, van postuur. Ik heb wel altijd dat mijn lip een beetje gaat prikken of zo, direct daarna al.
Mariam heeft zielige dode puntjes. Nou, dat is echt niet. Dus ze gaat ook even die parel van Dr. Harry Berger in doen. Ze zijn dood, verteerd, begraven. Nee, dit kan echt niet. Dit pakt niet eens meer water, hè? Blijft het gewoon droog, dan weet je echt dat je haar dood is. Ja, door. Echt waar? Strand in Ibiza. Dit was echt de slechtste workout ooit, maar ik heb gewoon nul energie. In tegenstelling tot deze. Guys, ik kom net terug van gym. Mar en ik waren dus gaan gymmen. Nou, we hebben echt... Tenminste, dit was voor mij doen echt de slechtste sessie ooit. Ik heb echt amper iets gedaan. Ik had ook gewoon de energie er niet voor. Ik had ook spijt dat ik was gegaan. Ik dacht, ik had gewoon semi op tijd kunnen gaan slapen. Ja, dat is dus niet het geval geweest. Mar heeft net nog even een shake gemaakt en heeft ze naar me toegebracht. Ik ga dit drinken en dan ga ik mijn bed in. Ik ben gewoon kapot. Heb jij mij gemist? Ja, liefje. Kom maar. Oeh. Sarah heeft me net bij Kes thuis gezet. Kes is nu boodschappen doen met mijn moeder vanmorgen. Dus volgens mij weet ze ook niet dat ik hier al ben. Oeh, ik moest naar boven met 3 tassen. Dus ik ben een beetje buiten adem. Jij, Nini. Beetje lekker verwend. Word je lekker verwend. Ik ga mijn laptop aanmaken en ik ga verder met wat ik aan het doen was. Ik zit heerlijk met kies bij haar beneden. Hier kan ik tenminste een beetje in de buitenlucht zitten. Ik ben wel een beetje enthousiast opgekleed. Ik had geen jasje meegenomen, maar het is goed te doen. Het is... Nou, Ines en ik zijn in Amsterdam, want wij hebben heel spontaan besloten dat we heel erg toe zijn aan een massage. Dus wij gaan even lekker een Thaise massage. Bon appetit. Oh, we hebben El Silencio opgezet en dat schijnt heel erg interessant te zijn op Netflix. Hey! Dat doet echt niks. Niks gefilmd van het poster. Samika was er, Shalema was er, Ines was er, Shanice was er. En Shanice had McDonald's meegebracht. We hebben een filmpje gekeken. We hebben geproost. Ik heb barstende koppijn nu. Het is iets over 1 en we gaan nu lekker slapen, want morgen wordt een lange en een drukke dag. Een hele goede morgen van het monster van Loch Ness. Het ziet eruit. Ik hoop, het geluid iets zachter. Het is gisteren verjaardag. Ik sta pannenkoeken te bakken, zoals beloofd. Ik ben iets later begonnen dan de bedoeling was. Dat moet ik wel toegeven. Maar we zijn bezig. Oh ja. Nee, want hoe zult mijn haken als die elke keer? Elke keer ook echt. Goedemorgen Ines, je bent op de vlog. Ik hoop dat je kleren aan hebt, wacht even. Ja, ze is aan het werk. Okay. Oh ja, tuurlijk. Ze is wel op het toilet. Ines, ben je alleen? Nee, wacht even. We got the juice, we got the juice. Oké, doei. Dag mensen. Hoe gaat het ding uit? Bepakt en bezakt, we zijn er klaar voor. Show the fits, show the fits. De 30 gang. Waar, hey, waar ik niet bij hoor. Ik heb een huisleutel, ja. Dit is mijn outfit. Zara jurkje. Eigenlijk, funny story. Ik zou eigenlijk dit aan hebben. Ik was Kisha de outfit vergeten. Toen trok ik het net aan. En toen dachten we, wacht even. Dit is eigenlijk echt een girly outfit voor iemand die 30 wordt. En someone is disturbing the video. Dus toen heb ik dit aangetrokken van Kes. En heeft Kes dit aan. Nou jongens, we zouden onszelf niet zijn als we niet 10.000 dingen vergeten waren. Shanice en ik zijn nu bij haar om haar cadeau voor Kes te halen. En dan gaan we nu terug naar Kes om mijn cadeau voor Kes te halen, want die ben ik ook vergeten. En dan kunnen we eindelijk door naar de B-Day. Dit klopt nu, dit is helemaal top. Here we go. Nee, dank u wel. Leuk
Kiara gaat over de shotjes vandaag. Ik ben niet zo lang, waarom stond ik nou op? En het zijn dus 40 etres met Baileys. Het is erg lekker. Nou, dat ging net beter. Ja, maar ik bedoel... Kijk, het is dus de bedoeling dat erop blijft drijven. Happy birthday, happy birthday to you. Je hebt geen kaas, want dan had je. Oké, maar je mag wel een les. Many more blessings to you. Ja, doe het wel. Hey! Maar één. You look so pretty! Ik ben een beetje heen, hè? Goed gekeurd? Ja, met van mij. Nou, valt wel mee. Net zijn het koud. Ik moet een andere beker drinken. Hoe je bij? Oh. Hey, we zitten heerlijk in het zonnetje na maanden, of misschien zelfs wel een jaar, eindelijk bij Ashinet, taarten van Asla. Misschien kennen jullie het ook zo, in Zaandam. Ja, maar zie je dat het licht er is? Ja, mooi! De step, nee, zo zeg ik. De step, die heb ik helemaal stuk. Misschien herken ik wel iets ervan. Ja, maar eerlijk, ik vind, als jij maar zeg maar toevoegt via een... Zo, ik ben thuis en ik ben niet scherp. Here we are. Ik zit zo vol. Oh, maar wat hebben we lekker gegeten. Dat haar ziet er ook uit als een dode kat. Maar ja, dat krijg je als je er niks aan doet. Let me show y'all. Ik heb natuurlijk iets meegenomen van Taart van Asle. Want can never get enough. En dames waren zo lief. Ik heb een carrot cake meegenomen voor Sarel. En een red velvet cookie voor mezelf. En toen hebben ze er een Oreo red velvet cheesecake puntje bij gedaan. En ik vind het zo lief. Ik ga het nu echt absoluut niet kunnen opeten. Want ik zit zo ontzettend vol. Oh, nou, daar ging mijn deel. Goedemiddag guys. Ik ben met Sigourney. We zijn aan het werk. En ik heb enorme last van mijn nek door het autorijden. We gaan zo even een hapje eten in Amsterdam. En dan gaan we daar verder werken. Echt mijn haar wassen. De bovenkant moet gewassen worden en die extensions moeten gewassen worden. Want ik had ze überhaupt niet heel goed gewassen voordat ik ze erin ging zetten. Dus ja, dat is natuurlijk ook een onbegonnen zaak. Het is 4:00 PM. Oh, het is spits. Maar we gaan gelukkig wel in Amsterdam eten, dus dat scheelt. We zijn nu ook in Amsterdam. Ik heb ook echt überhaupt amper iets gegeten. Ik heb volgens mij een shake gedronken in de ochtend. En dat was het. Sigourney had net een heel lekker koekje mee. Een soort van Starbucks-achtig koekje. Dus dat hebben we even samen opgegeten. En overmorgen gaan we bij Mel de lange versie van de Barcelona video kijken. En daarbij heb ik ook de uitgebreide versie van haar Bachelorette in Nederland geëdit. Dus dat wordt heel gezellig. De video duurt bijna een uur. Dus die gaan we dan met het groepje kijken met wie we ook op vakantie waren. Dus dat is very, very gezellig. Daar heb ik veel zin in. En verder heb ik niks bijzonders te melden op dit moment. Okay, guys. Oh. Jesus. Ik ben terug in Almere. Ik heb net 3 nieuwe zonnebrillen opgehaald bij Wahida van Baibida. Ik ga die even aan jullie laten zien. Dit is de eerste. Deze brillen zijn nieuw op de shop. En ik weet niet hoeveel ze er nog van heeft. So if you like them, be fast or regret it later. Maar dit is de eerste. Love it. Dan de tweede. Deze is zo mooi. Ze had hem aan Kies gegeven. En Kies had hem op de verjaardag op. En ik dacht, ja nee,
ik moet deze hebben. Zo fan was ik ervan. Hoe smooth is hij? Ja, ik vind dit echt top. Ik ben hier super blij mee. En dan de laatste. Even deze eraf. En deze. Oh, oh my god. Zwart, oranje en bruin dus. En ik had gedacht dat ik die zwarte of die oranje het mooist zou vinden. Maar hoe ik deze zo opzie, denk ik ja. Ik ben echt super, super blij met alle drie. Kan ik lekker afwisselen. Alsof ik niet al genoeg zonnebrillen had. Nou, daar niet van. Maar ik vind het toch wel leuk als je vaak kan wisselen van zonnebril. Want het maakt je outfit echt gelijk heel anders met een andere bril. Dus dat zijn de drie brillen die ik heb gehaald. Mochten jullie het leuk vinden. Ik draag meestal ook sieraden van bij Vida. Die heb ik nu ook in. Deze basic oorbel. En ik heb ook die met steentjes. Die met steentjes in. Ze heeft ook zilveren oorbellen en noem maar op. Ze heeft echt van alles op de site. Dus ik ga de site even in beeld zetten. En in de beschrijving zoals altijd. En dan kunnen jullie een kijkje nemen. Ja, het is goed met je. Ik ben met Dora. Oh my god. Nee, we zijn even omgekleed en ik ben met Mar. En ze had ons net bijna dood laten gaan op de weg. Nou. Ja, want je stopt gewoon midden op een 70 weg. Gek. Straks ziet de politie dit. Ja, nou en? Alsof ze je komen halen. Oh mijn god. Ik heb zin in Queen D. Dus we gaan Queen D halen. En dan gaan we terug naar huis. Want ik moet nog steeds een vlog editen. Niet sporten. En tired as fuck. Ja, we gaan niet sporten zoals jullie van ons gewend zijn. Nee, even niet hoor. Want ik ben gewoon moe. We hebben al zoveel gesport. Precies, ja. Onze spieren moeten ook een keertje rusten. We kunnen niet overbelasten. Precies. Is het hier naar links? Ja. Maar waar is dan die parkeerplaats? Boven. Je moet gewoon hier parkeren en dan loop je gewoon naar beneden toe. Het is veranderd. Ik ga dit echt nooit meer doen. Volgende keer rij ik. Nou, is goed. Dat hoef ik hier niet te rijden. Nee, dit kan niet waar zijn. Nee. Ze zijn gewoon echt? Nee, dit is oh, maar dit is shopperhal. Ik durf de deur niet open te doen. Dat kan ook niet, want de deur gaat niet open. Schat, alles is echt. Ik staat op 10. Nou, gaan we maar lekker naar de Febo, hè? Oh, die is ook dicht. McDonald's dan maar. Jezus, nou dan kunnen we. Gaan we dan naar dinges? Zal ik. Top in die top. Hè? Queen D was dicht. Ik heb 40 hardaanvallen gehad in korte tijd. Oh boy, wat gebeurt hier dan? Waar moet dat doen? Nog rechts. Hé, hey, kijk eens even naar links, toe zegt hij. Ja, maar het gaat dus niet. Dat mag officieel. Oké, maar we gaan het wel gewoon doen, hè? Ja, joh. Nou, hier zijn we al. Marianne kreeg bijna een hartstilstand toen ik het vertelde. Nou, ik heb er al een gekregen. Ik ben weer tot leven gekomen. En gaan we ons nog eten halen. Ik heb wel echt trek. Ik heb vanmiddag al drugs gegeten, maar ja, never enough. Nou, ik ben nog steeds verdrietig. Ja, ik snap je. Ik wil echt datgene wat ik wilde. Als ik iets sneller klaar was geweest, dan waren we wel op tijd. En als jij niet had geremd daar op die weg. Want het kost ons ook 3 hele minuten. Ja, 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 ja. Zeker weten. In die tijd hebben ze echt niet de deur dicht gedaan, denk ik. Nee, ze waren lang. Echt gierig vroeg gestopt. Ja, stop maar. Ik heb echt goed gesport. Hoe gaat het? Als ze eet hoor. Arm kind. Oh. Lovely. Het is alweer 11:30. Ik kan het niet aan. De dagen gaan zo snel voorbij. Ik heb zoveel te doen. I wanna cry. Good morning guys. Ik ben helemaal klaargemaakt zoals jullie kunnen zien. Sigourney komt mij nu halen en we gaan met de meiden naar W. Want het is super lekker weer. Dus we gaan vanuit daar werken. Even snel outfit. Bril is van bij Vida. Playsuit is van Zara, tas Prada. Deze armband is van Ana Luisa. Oorbellen bij Vida. Yeezy slides eronder. En good to go. Hallo,
Ies kan natuurlijk weer niet wachten. Ja, ik kan niet eens even normaal een foto maken of iets. Zo, we zijn alweer een paar uurtjes verder. En waarom ben ik niet scherp? Here I am. Yes. Oh, wat een heerlijke dag bij W. Echt super lekker. Ik ben gewoon verbrand. Serieus, ik ben gewoon verbrand. En ik voel het ook echt. Maar we hebben het echt naar ons zin gehad. Het was heel gezellig. Ik ben nu terug in Almere. Ik ga bij Mel en Zana eten. Bij W namelijk alleen maar cocktails gedronken. Dus. En waarschijnlijk gaan we vanavond nog even naar Mondi toe. We are ready to go. Ready for Mondi. Shanice heeft een jurkje aan van de Zara. Ik heb een jurkje aan van Kiara. Mijn blazer is van de Zara. Body is van de Pri. Broekje is van de Zara. Loafertjes aan. Ja, we gaan. Waar is mijn zonnebril? Ik wil die wel mee namelijk. Hier? Nee. Ik denk niet. Goedemorgen, guys. Ik ga even snel een workout doen. Ik heb dit laatst bij de Pri gekocht. Dit is zo'n ab wheel. Dus dan kan je thuis of waar je dan ook bent met dit je buikspieren trainen. Dat ga ik even doen. En een beetje stretchen. Ik ben voor het laatst op vrijdag geloof ik wezen sporten. Ik ben daarna ook niet meer met Marie naar de sportschool geweest. Want ik had er gewoon de tijd niet voor. En ik was te moe. Echt veel te moe. Ja, dus ik ga nu even wat buikspieroefeningen doen. Dan ga ik eten maken. Want ik heb nog niks gegeten behalve een koekje. En het is 2:30 in de middag. En mijn camera is leeg. Die ga ik opladen, want ik heb hem nodig vandaag. Ik heb zo'n Pilates workout van TikTok gedaan. En die ab roller. En volgens mij moet ik hem ietsjes anders doen. Want die ab roll is best wel lastig. Omdat je heel goed moet opletten wat de stand van je rug is. En ik ging net helemaal leuk laag. Maar toen zag ik op het plaatje dat het ook de bedoeling is dat je je heupen zeg maar een beetje naar voren duwt. Dus dat je uiteindelijk zo komt. Een beetje zo en dan met je armen zo gestrekt. Wat ik nu ga doen is iets wat ik op TikTok voorbij heb zien komen. En laatst ging Ines het ook uitproberen. En toen dacht ik ja. Ze doet het dus al een week. Nou, inmiddels doet ze het dus al langer. Maar het is dus een lepel van pure kokosolie. Met een paar druppels pepermuntolie. Als mondwater gebruiken. En het is midden op de dag. Dus vraag me niet waarom ik dit nu doe. Maar ik vergeet het telkens 's avonds. Dus ik wil het nu gewoon een keertje uitproberen. En dan kijken hoe het gaat. Schijnt dus natuurlijke whitening te doen. Het kan helpen tegen ontstoken tandvlees. Dus het heeft meerdere voordelen. Kokosolie. En dan een paar druppels van die pepermuntolie. Nou, hup. Gaat dit goed? Oh ja, here we go. Hup, 1, 2, 3, 4, 5, 6 druppels of zo. Ik weet niet of dat te veel of te weinig is. Ik weet het niet. Ah! Oké, ik heb het uitgespuugd. Ik heb het misschien iets langer dan een halve minuut tot aan een minuut in mijn mond kunnen houden. Ik zeg jullie heel eerlijk, het was niet echt een pretje. Die structuur is op het begin natuurlijk heel apart, want het is zacht. En je moet zorgen dat het helemaal door je mond gaat, echt als een spoeling. Het voelt wel heel verfrissend. Echt heel verfrissend. Het komt natuurlijk door die pepermuntolie. Nou ja, het was wel geinig eigenlijk om te proberen. Ik weet het niet. Bang voor de vlekken. Nee, ik zal het niet doen. Ook. Ja. Ja. En dat is ook had wit. Ik had zichzelf en hij heeft gewoon die post. Rechte voet. Overstap. Ja, maar dat is hetzelfde als die van ons. Ja. Waarom? En dan? Nee, jij hebt een andere. Ja, maar als jij weer een andere. Trots op je. Nee, links. Rechts. Ik zou gooien.
hele goede morgen. Voor degenen die mijn vorige vlog al gezien hebben. De meiden zeiden dat er iets is opgevallen. Hij duurt, de kwaliteit van de vlog is een stuk slechter dan normaal. Waardoor is dat? Mijn laptop had niet meer genoeg ruimte om hem eerst op te slaan en dan op YouTube te zetten. Dus heb ik hem in één keer op YouTube moeten zetten. En daardoor is die kwaliteit echt een stuk minder. Dus sorry daarvoor. Ik ga even kijken of ik een externe schijf kan halen in deze dagen. Zodat dat niet meer gebeurt, want het is natuurlijk geen gezicht. Verder ben ik nu een kleine Pilates workout aan het doen vanuit huis. Janice staat onder de douche. En wij gaan zo meteen richting Kes. Dan gaan we daar verder werken. Mijn oudste broertje is vandaag jarig. En nog even kijken of ik vandaag nog langs ga of morgen. Want morgen wordt zijn verjaardag gewoon gevierd. Dag tante Rebecca! Jouw moeder is echt de goat. Ik heb een kutkind. Dankjewel. Dankjewel. Als ze volgens mij net klaar is, komen. Even de bolletje. Ja. Gassen al meer brood in. Oh ja, dat is ook niet handig, hè, Chiara. Notino. Heb ik nieuwe Carmex besteld. Because I was in desperate need of Carmex. Ik heb de lime smaak. Lime twist. En ik heb de watermelon. Watermelon. Deze zijn niet hetzelfde als al die andere. Nee, deze niet, maar die lime wel. Die lime wel. En deze. Berry. Ik heb 3 nieuwe Carmex. Wat was het op? Oh, en ik heb een deodorant blijkbaar. Dit is een aanbieding. En Mariam is er ook. En ik heb sushi aan het bestellen. Ra cacao en hibiscus. Ik zei gefrituurde garnalen. Ja. Oké, dat aanklikken dan kunnen we delen. Oh, caramel. Wil je dat niet? Dat is een gekkie. Nee, ik eet het wel, maar ik hoef er niet extra per se erbij. Je bent een gekkie. Goed met droog. Ik heb alles gedaan, ik beloof. Hebben jullie die boontjes al gezet? Nou, jongens, we hebben sushi besteld. We hebben lumpia's. Hebben jullie een boontje besteld? Nee. Oh, die boontjes. Dan hebben we hier nigiri. En wat was het ook weer? Oh, dat is van mij. Ja? Koude spang. Okay. Oh, dat is misschien die biefrolletjes met kaas. Oh ja, en die shrimps. Oh ja, spang. Shrimps, biefrolletjes. Er is geen plek. Oeh, maar ik heb het gevoel dat we wel iets missen. Nee, dit is de Tiger Maki, volgens mij. Of de. Dit is, nee, dit is die. Maar wat is die Green Dragon? Welke had jij besteld dan? Jij hebt ook nog een Maki besteld, toch? Heb jij die besteld? Ja, die. Oh, oké. Ja, oké. Oeh. Zo, jongens, het is 10 over 11 en mijn ogen hangen echt. Hoe zeg je dat? 8:30 of zo. Ik ben moe. Dat probeer ik eigenlijk te zeggen. Ik zeg ook niks anders deze dagen. Ik heb dus net gezien op TikTok. Dat je dit geintje. Dus echt minimaal 5 minuten. Tot een 30 minuten in je mond moet houden. Sorry, maar ik vind dat echt absurd. En ik heb het nu opengemaakt. Maar ik heb ook gezien dat je dit moet doen. Ja, voordat je je tanden gaat poetsen. Niet erna, maar ervoor. Want mensen zeggen. Nee, wacht even. Wat was het nou? Nou ben ik het even kwijt, hoor. Iemand zegt... Floss, rinse with water, oil pull, and then finish with brushing. Dus, flossen, spoelen met water, dan deze grap, en dan je tanden poetsen. Dan was dus al naar huis gegaan, dus Mar en ik waren nog hier gewoon een beetje aan het chillen. En... we wilden eigenlijk gaan sporten of een home workout doen. Nou, toen lagen we allebei op TikTok te scrollen. En toen zei ze, Kie, ik denk dat je even een dutje moet doen. Toen zei ik, oké, is goed, ik ga een kwartiertje slapen. Had ik mijn wekker op een kwartier gezet. Toen merkte ik dat Mar ook ging liggen om te slapen. Toen werd ik wakker van die wekker. Toen had ik er nog eentje gezet, dus ik had hem zeg maar gesluimerd. Want ik dacht, nee man, ik ga nu echt niet op kunnen staan. Dus we hebben toen ongeveer 30 minuten geslapen, als het niet iets meer was. En net we deden onze ogen open en Mar zei,
ik denk dat we gewoon allebei moeten gaan slapen. Toen zei ze, als je zometeen nog energie hebt, want we moesten, ik moest nog een was ophangen. En zij ook. Ze zei, als je zometeen nog energie hebt, dan gaan we nog even een shake maken en drinken. Maar mijn ogen voelen echt zwaar, dus ik ga nu gewoon lekker dit doen. En dan ga ik kijken hoe lang die oil whatever volhoud. En dan ga ik gewoon slapen. Ik neem die shake wel eens ontbijt, want dit werkt ook niet. Ik ga jullie niet meenemen met hoe ik mijn tanden vlos, want dat is gewoon disgusting. Dus jullie zien me zo. Here we go again. Ten eerste, des te langer je dat spul in je mond houdt, des te meer je het idee krijgt dat je gewoon met je eigen speeksel in je mond zit. Wat natuurlijk ook zo is, maar het lijkt gewoon alsmaar meer en meer te worden. Het is gewoon walgelijk, het is echt walgelijk. En het is ook niet de bedoeling dat je het in de gootsteen uitspuugt. Ik heb dat de eerste avond wel gedaan. Ik heb het net in het toilet gespuugd. In principe is het volgens mij allemaal dezelfde riolering, dus ik snap het niet helemaal, maar het zal wel. Maar het was echt moeilijker dan ik dacht. Je kaken gaan ook gewoon pijn doen. Ik vind het echt disgusting, maar goed. Goedemorgen, ik ben gedeeltelijk klaargemaakt. Ik heb mijn make-up al gedaan, maar ik ben mijn haar aan het doen. Ik heb dus net mijn wenkbrauwen op een andere manier bijgetekend. Ze zijn nu dus best wel donker en ja, ik hoef er niet superveel aan te doen. Let niet op die verschrikkelijke wallen die ik heb, want ik zie er zo moe uit. Normaal gesproken teken ik eigenlijk gewoon mijn hele wenkbrauw. En nu dacht ik ga alleen hieronder een lijntje tekenen en de voorkant invullen. En dat heb ik nu gedaan en ik vind het echt mooi. Het is soort van toch wel aanwezig, maar niet zo donker of zo. Dus daar ben ik best wel blij mee. Dit is wat ik aan heb vandaag. Dit setje is van AliExpress, maar het lijkt op een setje van Zara. Die is trouwens van vorig jaar. Dus waarschijnlijk is het nu in ieder geval bij de Zara niet meer te koop, maar AliExpress waarschijnlijk wel. Als jullie een link of iets willen, dan laat het even weten in de comments, want dan zet ik het erbij. Anders ga ik die moeite niet doen. Oorbellen in van By Vida. En het schijnt dus best warm te zijn buiten. De zon schijnt sowieso. En mijn moeder is al buiten geweest en ze zei het is echt lekker. We hebben vandaag 3 verjaardagen waar we naartoe moeten. Eerst eentje van de zwager van mijn opa. Daar gaan we beginnen. Dan door naar de verjaardag van mijn oudste broertje. Die is gisteren 12 jaar geworden. En daarna gaan we naar de verjaardag van Janice, haar zusje. Dus het is een volle dag. Ik ben ook gewoon aan het werk. Dus mijn laptop gaat overal mee naartoe. Dus ja, we gaan er het beste van maken. Ik ga even snel mijn haar verder doen. Want zoals jullie zien, deze kant is al gedaan. Deze kant moet nog. En de bovenkant moet nog. En dan ga ik even wat eten. Want ik heb ook echt honger. Kijk, kip. Zegen gooit. Maar je bent toch al lekker ding. One time.